Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de volgende les in volle gang. Martine Beyer was ooit het enige meisje tussen de 700 leerlingen op de LTS. Daar haalde zij haar diploma installatietechniek. Nu is ze vooral bekend als klusvrouw van tv-programma Eigen Huis en Tuin. Ze wil onze leerlingen iets leuks laten maken, zodat ze een blijvende herinnering aan Dream School hebben. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Hoi. Latoya. Natalia. Latoya. Latoya. Ja. Martine. Hoi. Jonder. Martine, aangenaam. Jonder. 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 Ja. Goed, Jonder. Jongens en meiden, weer een les. We gaan vandaag gewoon, heel simpel, gewoon iets leuks doen. Niet moeilijk, niet ingewikkeld, niet te veel nadenken. Gewoon even iets leuks doen. En ik heb speciaal voor jullie, voor Dream School, heb ik een spiegel ontworpen. En die spiegel heb ik zelf al gemaakt. Dus als jullie even mee willen lopen naar de klushoek, ga ik jullie een idee geven wat we gaan doen. Of dit is een spiegel die ik heb ontworpen en ik noem het de krachtspiegel. En ik hoop dat jullie ergens straks die spiegel, als je hem hebt gemaakt, in je huis hebt hangen. En dat je opeens door de gang loopt en ineens die spiegel ziet en denk je, oh ja, Dream School. En dan kijk je in die spiegel en dan denk je, hey, ik heb het geflikt, man. Hebben jullie hier vragen over? Zoek een plekje. Nou, zo te zien staan ze allemaal in de startblokken om te beginnen. Dus je moet eerst gewoon tekenen? Iets tekenen, ja. Ja, nee, dat lukt niet. Hoezo niet? Ja, het is niet recht. Nou, we gaan hem even recht maken. Ga ik je gewoon even helpen, zo. Ik heb niet echt de motoriek om er zo fijn... Het draait niet om perfectie, het draait om dat je het doet. Alhoewel, zo zei Martine, maar ik wil gewoon alles perfect hebben. Ik zou hier iets verder vandaan blijven, want aan de onderkant komt er nog ledverlichting in. Ah, kutzooi. Nee, liever te gek. Kom zeer. Oh, nee. Wat je ook kan doen, is dat je deze lijn helemaal door ging trekken, want dan kon je meteen daarheen. Dan had je dat ook alvast nog niet gedaan. Ik heb geen spiegel. Hoeft dat niet. Dan ga ik gewoon in de weerstand. Ik vind dat helemaal niks. Met hout en zo, ja. Hoe moet ik daar nou mee? Ready? Goed geen spiegel. Huh? Goed geen spiegel. Ik vind het echt geen donder aan. Geluid ook. Wat wil je maken? Ja, een hartje, maar dat kan ik niet. Kijk, als ik dat wil gaan doen, nou, dan krijgen we dit. Hier. Kom, ga even hulp vragen. Dit hoor, ik hoef dit niet. Even ja, heb ik al gedaan. Ik hoef geen spiegel. Ik vind het helemaal prima, ik ben er helemaal klaar mee. Ik word hier echt zwaar ongelukkig van. Ik vind het echt helemaal niks. Geluiden. Dat is wat Caitlin doet. Als zij tegen die perfectionistische verwachting die zij van zichzelf nu heeft aanloopt, dan boos worden, dan jaag je iedereen weg. Dan hoef je niks meer, dat is makkelijk. Ga maar spullen gooien, slaan en brullen, dan hoef je niet meer. Dat is haar manier om het niet aan te gaan. Wat kan ik voor je doen? Nee, hè? Alles. Ik vind het helemaal kut. Ik vind het echt helemaal niks. Wat een kutles. Sorry hoor, het ligt niet aan jou, maar ik vind het gewoon helemaal kut. Is erin. Zit erin. Blad erop. Ja, bingo. 13 stukjes bij de kroon. Ik word hier echt zo niet gelukkig van. Wij gaan even stoppen met de les en gaan we even een gesprek voeren met elkaar. Wil je meekomen? Godverdomme. Ben ik helemaal klaar mee. Duwen. Ja. Contact maken, anders vlieg je eruit. Ik hoef geen contact met dit ding. Ach, godverdomme. Ik ben toch niet gemaakt voor deze mbo-dingen allemaal? Rustig aan. Ik voel net zo'n fucking PMBO zit hier zo. Je hebt niet met hout te maken. Ja. Te maken met obstakels overwinnen. Ja. Daar is maar dat ik een wiskundeboek, want hier word ik zo zwaar ongelukkig van. Je hartje is mooier dan wat mijn ding moet zijn. Is goed. Dank je. Een soort mini-overwinning. Ik heb toch wel iets gedaan. Normaal zou ik weglopen of blijven staan, maar dan gewoon niks uitvoeren. Maar ik heb toch al wat gedaan, dus ik heb ook erg stiekem wel zin om verder te gaan met dat ding, hoor.
Erik vindt het tijd dat de leerlingen in de spiegel gaan kijken en erkennen welk gedrag hen bij Dream School heeft gebracht. Hij probeert in een eerlijk gesprek tot de leerlingen door te dringen. Ook bij de 16-jarige Demi, die al 2 jaar thuis zit. Wat is het dat je niet naar school gaat? Ja, ik weet het zelf eigenlijk ook niet zo goed. Het is gewoon meestal... Ja, ik weet niet, het is gewoon iets in mij of zo. Wat dan zegt van... Ja, ik blokkeerde al gewoon. Gewoon dat... Gewoon niet gaan. Heb je ook wel eens zo'n dag dat je denkt van... Joh, ik heb eigenlijk helemaal geen zin. Ik zeg maar even dat ik blokkeer of zoiets. Ja, maar ik... Ja. Ja. Dus is het ook inmiddels een soort excuus geworden om iets niet te doen? Ja. En hoe kunnen wij nou het verschil merken tussen wanneer het serieus is en wanneer je het als excuus gebruikt? Ja, niet. En kan je moeder dat wel dan zien, wat nee. Het verschil is? Of? Waarom heb je aangemeld voor Dream School, zeg je, omdat ik vastloop? Maar in dat vastlopen wist je ook af en toe dat je een beetje mee speelde, toch? Ja, klopt. Dus het is niet helemaal vastlopen. Het is ook, je hebt jezelf ook wel bewust op die ijsschots gestuurd of zoiets. Ja. Verwijt je je moeder iets? Of? Nee, totaal niet. Wie kan er wel iets anders doen? Ik. Hoe ga je dat doen dan? Weet ik niet. Ben je een beetje op zoek naar redenen om je ook tegen jezelf goed te praten van thuis zitten is prima zo? Ja. Ik probeer het minder te doen. Maar ja, ik heb het gisteren weer gedaan, dus... Ja. En wij kijken een beetje doorheen en daarom verbreek je het contact. Ja. Klopt. Je hebt ergens de boel een beetje belazerd. Ja. And you know it. Ja, klopt. En je bent heel goed in om iets te verzinnen. Ja, het is een manier om onder bepaalde situaties uit te komen. En daarna krijgen we die oogjes van je. Ja. En dan kan je het helemaal inpakken als een kerstcadeautje. Ja, klopt. Ik denk, ik wil het zelf niet echt liegen noemen, maar meer dingen mooi. Ik maak wel eens dingen mooier dan dat ze zijn. Omdat ik dan denk van, oh ja, dan ben ik er zo vanaf. Jij hebt natuurlijk al meerdere jaren geen sociaal verkeer geleerd. Wat gezonde interactie is. Mm-hmm. Een groot deel van het sociale verkeer van jeugdigen, dat vindt op school plaats. Dan zit je 8 uur, dus 1/3 van de dag. Je maakt vrienden die je misschien naar school ook nog ziet. Dus ga je niet naar school, maak je geen onderdeel uit van dat sociale verkeer. Dus zij heeft zichzelf ook buitengesloten. Dus wat zijn je plannen nu? Ik ben 16 jaar, je bent kwetsbaar. Want je hebt geen diploma. Nee. En de maatschappij die is dol op kwetsbare meisjes die er leuk uitzien zonder diploma. Want die vreten we op. Voor Demi is dit gesprek confronterend, omdat ze het moeilijk vindt om de werkelijkheid onder ogen te zien. Erik dwingt haar ernaar te kijken, zodat ze haar leven weer op de rit kan krijgen. Waarom mag niemand je zien? Waarom mogen mensen jou niet ontmoeten? Ja, dat vind ik gewoon eng. Waarom? Nou, omdat ik dan kwetsbaar ben of zo. Of me zo voel. Wat gebeurt er nu? Kutzooi. Nee, geen kutzooi. Het is oké. We gaan ons niet schamen voor tranen. Maar laat me je tranen wel begrijpen. Wat is er? Ja, dat ik gewoon heel graag wel wat anders wil doen, maar dat ik gewoon niet weet hoe. Jij hebt een diploma nodig. Dat kan in Nederland. Dan heb je ook nog het mooie aan ons onderwijs, dat je iets kan doen wat je leuk vindt. Beauty, haarverzorging, huidverzorging, alles wat jou aanspreekt, toch? Mm. Waarom zou je dat niet oppakken en daarmee doorgaan? Want ik garandeer je, de eerste dag dat jij op het mbo binnenstapt, zie jij 10 redenen om nooit meer terug te komen. Het gaat erom dat je de volgende dag toch gaat. Ik denk dat je hier ook met Dream School dingen moet aanpakken om daar dadelijk succesvol te zijn.
En je moet hier elke dag zijn. Ook als je piekert. Ook als je denkt, ik trek het even niet. Zeg maar tegen jezelf, ja, oké, jammer, maar ik ga gewoon. Want je zou ook een stukje karakter opnieuw moeten ontwikkelen. Je zou ook een stukje discipline opnieuw moeten ontwikkelen. Je bent een leuke meid. Je hebt humor, je bent slim. De echte Demi ga je er doorheen slepen. Ja. Zie je morgen? Ja, zeker. Morgen moet je er zijn, hè? Niet zeggen morgenochtend tegen jezelf, gisteren was heftig, dus nu heb ik een reden om niet te komen. Daar zijn we voorbij. Ja. Een nieuwe dag op Dream School en er ontbreken maar liefst 5 leerlingen. Jasper, Anouk, Caitlin, Madelon en Demi zijn er niet. Heel toevallig hadden de laatste 3 gisteren een 1-op-1 gesprek met Erik, waarin ze uitgedaagd werden naar zichzelf te kijken. Het slap op allemaal. Ja? Ja. En wat is dan slappe hap? Wat betekent dat? Gewoon niet komen, hè? Of ik vind te laat komen, vind ik ook al slappe hap. Je bent hier om te leren natuurlijk dat je gewoon een ritme krijgt of op tijd bent. Ja. Of en komt. Ja. Nou, als je dat niet kan, ja, waarom? Moet wel een beetje moeite voor doen natuurlijk. Ja. Ik sta ook niet lekker op uit mijn bed, maar... Ja. Gaat muziekje aan en dan ga ik gewoon... Ja, als je eenmaal in de auto zit, is goed. Ja, ik bedoel, als ik mijn bed al uit ben, is het toch goed. En degenen die er wel zijn, zingen Aram toe. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Dankjewel. Ik dacht misschien gewoon taart opeten, ja. Verder met de dag. Jij bent jarig, jij mag hem aansnijden. Wil je nog een speech geven? Nee. Wil je helemaal niet zeggen over 21 jaar? Niet. Het voelt hetzelfde als 20 jaar en 19 en 18. 21 is wel speciaal. Het is een milestone. Je mag nu ook in Amerika drinken. Ja, je bent nu volwassen. Erik, wil jij iets zeggen over 21 jaar? Ik ben 21 jaar, de wereld ligt aan je voeten, Aram. Zie dit als een soort rite of passage naar alles wat je wilt. Geniet ervan. Hiep de piep. Hoera! Na de taart moeten de leerlingen de klas in. Officier van Justitie Gabrielle Hoppenbrouwers wacht op hen voor haar 2e les. De huiswerkopdracht die ik jullie meegeef is om een brief te gaan schrijven. En de brief die ik wil dat je schrijft is dat je of schrijft als je slachtoffer ergens van bent geweest. Wat je aan de dader zou willen schrijven, wat jou is overkomen. Of ik wil... dat je als je dader bent geweest, misschien wel een excuusbrief schrijft aan degene die je iets hebt aangedaan. Hey, hallo. Goedemorgen. Hallo, daar zijn we weer. Hoi. Hoi, leuk je te zien weer. Ja. Dit is een hele andere jongen. Hoi. Goedemorgen. Hey Davy, goedemorgen. Aram, gefeliciteerd. Dank je wel. Dit is een uitgedund clubje, is dit. Maar blij dat jullie er zijn. Ja, ik heb jullie een opdracht meegegeven. Ik heb hem niet gemaakt. Ik ben hem vergeten. Vergeten? Ja. Of was het ook dat je dacht, ik vind het te ingewikkeld? Nee, ik zou het wel kunnen. Ja? Zo, maar... Ga je het nog doen? Voor jezelf? Ja, kan. Ik heb het gemaakt, maar vergeten ook. Oh, je hebt het wel gemaakt? Ja, wel gemaakt. Wat heb je geschreven? Aan wie? Ja, aan een vader van toen 2 van mijn beste vriendinnen. Die man is, gewoon even op zijn plat te zeggen, pedofiel. En daar hebben we heel veel last van gehad. Zo heb ik het geschreven, een beetje. Oké, dus je hebt eigenlijk vanuit het perspectief van die meisjes geschreven aan hun vader? Ja, meer vanuit gewoon mijn hart, naar hoe die meiden zich eigenlijk voelen, wat die man allemaal heeft aangericht. Mooi, vanuit je hart. Zeker. Ja. Ja, joh. Hoe was het om het te doen? Binnen een kwartier was klaar. En is er iemand die het wil vertellen, wat hij geschreven heeft? Ja, ik wil het wel op zich vertellen. Alleen ik weet niet wat het mee gaat brengen, eerlijk gezegd. Zal ik je dan van tevoren vertellen waarom ik de opdracht heb gegeven? Ja. Misschien dat het je helpt. Ik zie slachtoffers. Slachtoffers hebben spreekrecht en die mogen daar in de zittingszaal gebruik van maken. En dat is soms heel emotioneel, heel kwetsbaar, heel aangrijpend. En je ziet ook dat dat helpt. Dat helpt in de verwerking dat ze tegen die verdachte iets mogen zeggen. Dus ik heb jullie die opdracht gegeven omdat ik denk dat als er dingen in je leven zijn gebeurd die je dwars zitten, die je lastig vindt, waar je moeilijk mee om kan gaan, dat het je enorm kan helpen om dat op te schrijven. En dat zie ik ook bij verdachten en slachtoffers. En Jonder, als ik dit nu zou vertellen, wil jij voorlezen?
Ja, dit verhaal begon bij de vele verhalen van kennissen en vriendinnen van mij. Het ging over een aanranding en alles wat daarbij hoort. Dit gaat dus over een oude vriend van mij, waar ik nu dus heel anders over denk. Waar je boos op bent. Ja. We confronteerden je en ik heb je daarna hardhandig mijn huis uitgezet en je fietswiel krom getrapt. Wat hierna volgde was voor mij een dubbel gevoel. Ik wist niet zeker of ik het juiste had gedaan, dus we hebben het een paar dagen later weer goed gepraat. Ik ben hier vaak boos over en soms denk ik erover na om je nog harder aan te pakken dan ik al heb gedaan. Je hebt jezelf bewezen als de grootste viezerik die ik persoonlijk ken. Ik hoop dat je ooit wat aan jezelf doet, want politie en justitie doet er namelijk jammer genoeg geen reet aan, of in ieder geval weinig. Met een niet zo vriendelijke groet van je grootste vijand. Eerst vond ik het wel eventjes moeilijk, maar ik ben uiteindelijk wel blij dat ik hem heb voorgelezen. En waar zit jouw grootste boosheid? Ik denk dat ik heel goed begrijp dat een vrouw zich heel onmachtig kan voelen in dit soort situaties. En dat maakt me wel heel boos. En hoe komt het dat je dat zo goed begrijpt? Nou, misschien is het omdat ik vooral met mijn zussen en mijn moeder ben opgegroeid. En daarom misschien sowieso veel met vrouwen ben. Dankjewel, wat mooi. Iemand anders? Latoya, Soraya? Ik kan nog niet voorlezen, sorry. Wil je hem na de les vertellen? Ook niet, denk ik. Nee, sorry. Mag ik wel vragen aan wie je hebt geschreven en in welke positie je bent gaan schrijven? Mijn vader. Zij wist namelijk echt al vanaf 2016 dat haar vader een buitenechtelijke relatie had met de vrouw. En daar ook twee kinderen heeft. Het was eigenlijk in precies dezelfde periode dat mijn moeder weer voor de derde keer ziek werd. Dat ze weer kanker kreeg. Dus mijn moeder was letterlijk en figuurlijk gewoon voor haar leven aan het vechten. En dan wilde ik er niet nog een bom bovenop gooien. En heb je dan mee boos op hem? Boos, verdrietig, weet je alles. Maar ik heb echt geen zin om over te praten, sorry. Nee. En hoe heb je het schrijven ervaren? Heb je daardoor het meer op een rij kunnen krijgen? Waarom je boos bent? Waarom je verdrietig bent? Het werd wel allemaal duidelijker voor me. Julian? Waar wilde jij over schrijven? Ik wou denk ik gewoon over mezelf schrijven. In wat voor situatie? Ik heb mezelf heel veel kansen mis laten lopen. Omdat ik gewoon geen zin had, geen motivatie, niks. Wou. En ik denk dat ik mezelf daar iets in gemisgund heb, zeg maar. Dus je ging aan jezelf, uit jezelf, over jezelf, aan jezelf schrijven. Dat is ook wel tof. Anouk en Jasper zijn toch nog verschenen. Nog net op tijd om een deel van de les mee te pakken. Hallo. Hi. En jou heb ik volgens mij niet eerder gezien. Nee, beetje laat, maar beetje laat. Ik ben er. Ja, je hebt een heleboel gemist. Heb jij je huiswerk gemaakt? Nee, ik weet van niks. Okay. Anouk? Ik heb het wel gemaakt. Wil je lezen, voorlezen? Wil je vertellen waar je over geschreven hebt? Ja, ik wist niet zo goed waar ik het over moest doen. Dus ik heb geschreven over een abortus die ik heb gedaan in 2021. En dat moest van mijn ouders dat ik dat verplicht heb gedaan. Dat is best een ingrijpende gebeurtenis. Ja. En wilde jij eigenlijk niet? Nee. Maar ik was bang om hun kwijt te raken, dus mag ik hem voorlezen? Ja, mag ja? wel. Dankjewel. Weet je nog, zomer 2021? Ik kwam erachter dat ik een wondertje in mijn buik had. We waren allebei geschrokken. Je kwam me gelijk halen en bracht me naar mijn moeder. Ik kwam binnen en ze voegde gelijk aan wat ik ging zeggen. Je bent zwanger, zei ze. Waarop ik zei, ja mam, ik ben zwanger. Haar eerste reactie was, je laat het weghalen. Ik barstte in tranen uit. Waarom kan je me niet steunen of het gesprek met me aangaan? Mijn vader schreeuwde door de telefoon dat ik het moest laten weghalen. Ik was bang dat als ik het zou houden, ik iedereen kwijt zou raken. Nog steeds hebben ze geen idee wat ze me hebben aangedaan. Je had toch geen geld, je bent te jong. Jij kan geen moeder zijn, was het enige wat ik hoorde. Ze hebben geen idee dat ik het slachtoffer ben van een verplichte abortus. Het was hun keuze, niet de mijne. Iets wat van mij is, hebben ze me afgenomen. Als hen maar gelukkig zijn. Jezus, wat dapper dat je dit schrijft. Jezus, meisje. Ik ben ook heel erg. Ja, nou. Oh,
Wil iemand anders hier iets over zeggen? Nou, knap dat ze het laat voorlezen. Onwijs. Ja. Zeker. Heel mooi geschreven. Dank je wel. Ik vond haar verhaal heel heftig om te horen. Zeker toen ze zelf ook een beetje geëmotioneerd raakte. Dat raakte mij ook. Het is gewoon verschrikkelijk. Dat weet je niemand toe. Ik snap haar ook volledig in het verhaal. Want ja, het is iedereen zijn eigen keus, toch? Ingewikkeld, hè? Want ze hebben waarschijnlijk het beste met je voor. Ja, ik zou ook niet weten wat ik zou doen als mijn 16-jarige dochter binnen zou komen met ik ben zwanger. Dus ik zou er misschien nu wel anders op reageren. Dankjewel. 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 Dank jullie wel. Yes. Super bijzonder. Veel geleerd. Ja. Nou, bedankt, hè. Dankjewel, hè. Super, dank je. Ziet er goed uit, man. Jasper is vandaag te laat, maar gisteren was hij er helemaal niet. Davy zegt er wat van. Jasper heeft gisteren les van Tussani gemist. Hé, wat vervelend. Elke les die je mist is een vervelend iets. Ja, joh. Shit, man. Mijn absentie gaat wel omhoog, man. Ja. Je moest naar de dokter toch gisteren? Had je wat belangrijks gisteren? Ja, man, ik had het belangrijks, man. Anders was ik vast wel gekomen. Hè? De sfeer is lacherig. Fijn ook voor Anouk na al die emoties van net. Okay. Bonnie en Clyde is magisch. Ik kom met je zijn, maar het gaat niet. Oh. Zie ik jou met een ander, maar het staat niet. Ik gaf je lof, je bracht het terug, net als statie geld. Ik neem niet meer op als jij me belt. Die jij me vertelt, hey, want ik weet dat het niet echt is. Nu valt alles op zijn plek, net als Tetris. Hey. Dat is de verstichting. Ja, dit is... Nou, dat was echt goed. Op die beat is die echt... Nou, weet je, dan gewoon niet. Weet je, ik doe gewoon mijn best. Ja, ik vond het leuk. Ja, weet je, en niemand vindt het weer leuk. Julian heeft gemerkt dat zijn leven overeenkomsten heeft met dat van Jasper. Ook hij heeft geen stabiele thuissituatie. Ik heb oprecht vanaf mijn 17 of zo geen vast huis. Ik 16. Maar nu wel dan? Woon je gewoon bij je ouders nu? Nee, man. Ook niet? Hoe word je dan? Ik heb geen vaste woonplek. Weet je wat het is? Mijn moeder heeft... Ik heb nog twee, zeg maar, halfbroertjes. En die hebben gewoon... Mijn moeder heeft daar al genoeg aan, snap je? Ja, er is ook geen plek in haar huis nu waar ik kan slapen. Ik slaap op mijn broertjes kamer. Ja, precies. Dus ik ga mijn moeder ook niet verder die druk geven dat ik ook nog daarbij kom, snap je? Dan heb je twee jongetjes, eentje van 4, eentje van 6. En dan heb je nog een 20-jarige ook nog thuis. Ja, dat gaat mijn moeder ook niet trekken, snap je? Nee, ik heb het zelf bij mijn pa, man. Ja? Die heeft 3 kinderen nog. Er is gewoon geen plek. Maar je ouders zijn gescheiden? Ja, man. Toen heb ik een tijdje bij vrienden gewoond. Mm-hmm. En daarna vrij snel eigenlijk bij mijn oma, man. Die woont nu al 1,5 jaar of zo. Ik kan me wel redelijk verplaatsen in Jasper. Want ik heb zelf ook nog steeds eigenlijk niet echt een... Nou, de thuissituatie die ik wil. Het verschilt waar ik ben, heel eerlijk gezegd. Het verschilt bij Matties echt... of zo? Zelfs dat niet meer. Ik heb bij mijn beste Mattie gewoond. En ja, overal nergens. Ja, moet je niet elke keer wat zoeken dan? Om te slapen en zo? Tuurlijk wel. Ja. Ik weet nog wel een keertje. Ik moest eigenlijk op straat gaan slapen, man. Maar toen heb ik mijn oma gebeld. Toen mocht ik daar terecht. Zeg maar, als je dat niet hebt, dat lijkt me lastig. Dat is het risico van, man. Ja, maar op een gegeven moment moet je toch ook gewoon stabiel. Ja, tuurlijk. Het is niet dat ik het leuk vind om dat te doen. Weet je, je kiest daar niet voor. Nee, tuurlijk niet. Maar je moet er wel iets van maken. En dat is het moeilijkste. Want er wordt wel wat van je verwacht altijd. Ja. Ja, maar wel respect, man. Ik zeg je eerlijk.